Yo dames en heren, welkom bij een gloednieuw video. Vandaag zit hier op Seox en vandaag gaan we eigenlijk het hebben over hoe zit Seox in elkaar, hoe werkt het, hoe werken de plugins, hoeveel plugins zijn er. We gaan beginnen denk ik bij de server eigenlijk, want ja jongens, natuurlijk moet deze server runnend blijven en daar hebben we iemand voor genaamd Martijn. Hij is de eigenaar van Game Unit. Nou, in ieder geval, hoe het eigenlijk is begonnen, of tenminste van mijn kant uit, is. Ik kwam eigenlijk Seox tegen in een Discord. Toen heb ik Luc, volgens mij, heb ik een DM gestuurd. En heb ik gevraagd van, hey, vette server. Ik zie dat er heel veel promotie rond is. Klopt, en ik klopt, zie klopt. Dat er heel veel mensen ook echt positief op reageren. Mensen zijn hyped voor. Ik als hosting, voor mij is het natuurlijk wel interessant om met zulke mensen samen te werken. Zeker omdat er heel veel potentieel in zat, in mijn ogen. Ik heb heel veel servers zien komen. En daarnaast ook heel veel zien gaan. Ik ben van mening dat Seox eentje is die voor hele lange tijd gaat bestaan. En daar wilde ik gewoon vaste partner bij. Ik wilde daar als vaste partner bij betrokken zijn. Dus toen heb ik Luc even een DM gestuurd en heb ik gezegd van ja, we kunnen even zitten. En toen zijn we even rond tafel gaan zitten met de vragen die Bart dan aan mij had. Rond wat de server allemaal moest kunnen, wat voor performance er verwacht werd, hoeveel spelers er verwacht werden. En tot nu toe loopt het allemaal hartstikke goed. En hebben de spelersaantallen die voorspeld zijn, die hebben we gewoon gehaald. Ja, klopt. Zeker. Ja, zeker op dit moment boven de 80 man online op een dinsdag beginavond. Dus dat ja, is, bij de opening het dubbele natuurlijk. Ja, 165 man volgens mij aangetikt. 70, 65, zoiets, ja. Ja, zoiets. Ja, niet normaal toch? Echt, echt heel dik. Ja. Nou, boven verwachting. Op één server, hè? Ja, server. Alles op één server. En we hebben het gewoon gered. Geen crashes. Alles is goed verlopen, dus... Enkele deedles erin gekomen, die was ook al... Nee, precies. Ja. Ja. Nou, voor de mensen die eigenlijk een beetje hebben opgelet. De Discord heette eigenlijk eerst SeoxMT. We zijn van die naam af. Maar natuurlijk met een goede reden. En Luc, ik denk dat jij daar het beste iets over kan vertellen. Jazeker, wij zijn inderdaad van die naam afgestapt. Al een lange tijd geleden. Hoe dit eigenlijk begon is dat ik en Paulus ook apart eerst een server hadden. SeoxMT heette mijn server. Dat was toen gewoon een Mindtopia, zoals iedereen wel eens een keer heeft gehad. En na een hele lange tijd dacht ik toch van ja, het blijft wel een hobby van mij. Ik vind het gewoon leuk. Dus ik start gewoon maar weer een server. En sinds kort ken ik Bart ook. Ik denk nu een jaartje of zo. En hij wilde ook wel graag meehelpen. Dus toen zijn we van start gegaan. En toen kwam het uiteindelijk eigenlijk op een concept wat er heel erg buiten viel. We zijn heel erg buiten de lijnen gaan werken van het concept Mindtopia. En uiteindelijk hebben we alles weggewerkt wat binnen Mindtopia valt. En daarom, jullie weten, elke Mindtopia wordt altijd een fake Mindtopia genoemd. En ik wilde dat gewoon niet. Bart ook niet. Wij wilden gewoon volledig van die naam af. En zeker omdat wij gewoon alles custom hebben. Alle plugins zijn zelf gemaakt. Alles is gewoon zelf. We hebben iets van hoeveel 70.000 regels aan code op dit moment in de core. Ja, wij wilden gewoon niet op die naam blijven hangen. Wij wilden niet een fake Mindtopia genoemd worden. Wat bij elke server zo gedaan wordt. Wij zijn gewoon een hele eigen concept begonnen. En dat is Seox geworden, zeg maar. Ja. Ja. Ja, en dat dan, eigenlijk. Ja, en dan wil ik eigenlijk... spreek voor Dani en voor mezelf. Wij begonnen eigenlijk op AstroMT. Een jaartje geleden, anderhalf jaartje geleden. En daar zijn we toen uiteindelijk mee gestopt. Toen zijn we eigenlijk in het geheim opnieuw begonnen. En toen hadden wij AstroRP gestart. Alleen, we hadden eigenlijk een lek aan developers. Dus er gebeurt niet meer heel veel. Dani had heel veel geregeld. Maar uiteindelijk, we liepen gewoon vast en toen waren we gestopt. En toen uiteindelijk kwam ik eigenlijk bij Luc, toen zat ik nog in Zweden, toen had ik me gebeld en ik zeg van ja, kan ik helpen bij Seox? En na een paar gesprekken, toen zat ik bij Seox en toen kwam Daan hier ook bij, moest ik eerst even over tegen, want hij was eigenlijk gestopt met Minecraft. En nu zitten we hier. En dat is allemaal te danken aan Bart natuurlijk, die heeft alle plugins gemaakt en ik denk dat... Niet alleen aan mij te danken natuurlijk. Dat... Kijk, Luc die zei het al, een jaartje geleden ongeveer een beetje begonnen.
Luc leren kennen. En die zei eigenlijk voor de grap een keer dat hij eigenlijk alweer een server wilde maken. Nou, ik had daar wel oren naar. Ik veel tijd over, vrije tijd, die ik graag met programmeren wilde spenderen. Ik doe dat als baan, programmeren, maar ik wilde dat thuis ook nog wel met een hobbyprojectje doen. Nou, dat hobbyprojectje is flink uit de hand gelopen, flink uit de klauwen gelopen. Ja, we zijn eigenlijk steeds een stapje verder gegaan. Echt flink out of the box denken. We zijn begonnen met een map. Nou, toen gingen de plugins qua niveau zo ver omhoog dat de map eigenlijk niet meer voldeed. Zijn we de map gaan herbouwen. En zo zijn we eigenlijk tegen elkaar op gaan werken tot het resultaat wat we nu hebben. Ja, als je / PL doet, Paulus, dan kun je het zien. Er staan een hoop plugins in met SX ervoor. Betekent dat allemaal custom is. Luc zei net, alles is custom. Nou, dat is een klein beetje gelogen. Er zitten ook plugins in die niet custom zijn natuurlijk. Ja. Gewoon gedownload plugins. Plugins als Lukberms en zo. Nou, die werken gewoon super. Dus waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Maar de rest, ja, gewoon een hele hoop dingen. Die hebben we echt zelf gemaakt, zelf bedacht. Nog nooit eerder gezien. Dus daar willen we uniek in zijn. En dat is precies de reden dat we van het stukje MT zijn afgestapt. We zijn begonnen met het idee om een real-life server te maken. En ik denk dat we dat er flink van gemaakt hebben. Met 7 maanden hard werken en veel tijd erin steken. Dus ik persoonlijk ben heel trots op het resultaat. Ja, zeker. Ja, zeker. Ook alle bouwers, die hebben ook echt heel veel werk gedaan. Echt iedereen heeft werk gehad aan het project. Martijn natuurlijk, de balancing. Bart, development. Alle bouwers die veel gebouwd hebben. Nou ja, heel veel mensen hebben marketing gedaan. Dani, ik. Natuurlijk Eli ook nog, moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Iedereen heeft wel wat gedaan. Luc natuurlijk ook heel veel. Die heeft natuurlijk met bouwen veel meegedacht. En met balancing meegedacht. En echt met, die heeft Bart heel veel geholpen met de plugins en zo. Echt iedereen heeft heel veel bijdrage geleverd aan de server. En nu zitten we hier. Ja, inderdaad. Ik denk dat we ook wel een beetje een rondje kunnen gaan lopen door de stad. Misschien is dat wel een leuke. Nou, zoals jullie misschien wel weten, zit ik al best wel lang in de community. Paulus ook, onder andere. Bart en... trouwens, Martijn die zit er eigenlijk ook al best wel lang in. Maar daar mag hij zelf straks al wat over vertellen, als hij dat wilt. Maar zoals jullie misschien weten, de community die hier nu op speelt, als je nu ook op Tab kijkt, komen er best wel veel bekende namen voor. Van ook andere servers die al lang bestaan, zeg maar. Maar zoals jullie misschien wel weten, wij zijn dus van die naam afgegaan. En dat komt ook gewoon omdat het in de afgelopen jaren heeft het een best wel slechte naam gekregen. Mensen sommige mensen die zien het heel erg als IP-leak servers. En servers die het voor het geld doen. En weet je, dat willen wij gewoon niet. Dat zijn wij ook niet. En dat gaan wij ook nooit zijn. Ons doel is om zo lang mogelijk open te blijven. Wij blijven ook gewoon open. Dus denk maar niet dat we over 2 weken gaan stoppen. Oprecht niet. Wij doen het zeker niet om het geld. We hebben zo alles ingesteld dat niks pay-to-win is. Weet je, de ranks hebben een leuk hebben dingetje. Maar daar blijft het ook bij. Het is niet dat je grote voordelen hebt of zo. Als speler kan jij gewoon alles bereiken in deze server. Dus al ben jij nieuw, kan jij hetzelfde bereiken als iemand met een rank. Het maakt niet uit wie je bent, maar iedereen kan hetzelfde bereiken in deze server. En dat is dus ook het doel van Seox. En ja, zoals jullie net wel hoorden, bijna alles in onze server is custom. En we hebben aan heel veel dingen gedacht. We hebben eigen ideeën van spelers uitgebracht de afgelopen maanden. We hebben de server best wel vaak uitgesteld, maar dit komt gewoon omdat we het beste van het beste voor jullie wilden maken. En zoals jullie zien, is dat ook wel best aardig gelukt. Dit komt natuurlijk allemaal dankzij Bart ook. Hij heeft deze dingen ook gemaakt. De plugins, zeg maar. Hey, hoe de fuck dat de Minecraft kan, maar het kan. Ja, het kan allemaal. Het kan allemaal. En dat is ook de reden dat wij voor 1.20.4 hebben gekozen. Dit is de nieuwste Minecraft-versie. Nieuwer is er op dit moment niet. En ons doel is ook om altijd op de nieuwste Minecraft-versie te blijven. En waarom eigenlijk, Bart? Waarom? Nou ja, zodat er gewoon heel veel meer mogelijk is. Kijk, een game en programma's die updaten met een reden. Updates gebeuren om bugs te fixen, updates gebeuren om nieuwe dingen uit te brengen. En Minecraft 1.20.4 biedt zoveel meer mogelijkheden, zowel als plugin als gewoon qua blokken.
ja, in het geheel gewoon, het brengt zoveel unieke features met zich mee waar wij graag gebruik van wilden maken. Waarom zou je in het verleden blijven hangen als je mee kan met de tijd? Maar toen ik begon met het hobbyprojectje, 8 maanden geleden, toen had ik de server nog ingesteld op 1.12. En daar was Bart het eigenlijk niet echt mee eens. Helemaal eigenlijk niet. Dit omdat 1.12 is gewoon niet meer van deze tijd. Het is gewoon een antieke versie. Je hebt er helemaal niks aan en mensen moeten gewoon updaten. En ik zat heel erg in mijn hoofd van deze community wil het altijd op 1.12 blijven. Maar ja, zoals jullie misschien wel zien op tab... dat is niet. Iedereen speelt hier en het is gewoon supergezellig. En volgens mij geeft iedereen ons nu wel gelijk dat wij op 1.20 draaien. Ja. Ja, en nog om wat leuks te laten zien. We hebben hier, Bart heeft ook gewerkt aan een eigen autosysteem. Je kan de motoren tot de cilinders helemaal aanpassen. Kijk, de motorklep kan ook open. Nou, wat voor blok is dit? Ik heb geen verstand van auto's. Het is een inline 6. Je hebt E46 rijden zonder een inline 6. Nou, hier. De kenner. Maar ja, weet je, we willen gewoon zoveel mogelijk uitgebreid maken. Het is niet voor niks een real-life game mode in Minecraft. En daar hebben wij zo goed mogelijk aan gedacht. En binnenkort komen dus ook deze auto's in-game. Dus wil je zo'n auto ook rijden, join zeker de server. En join de Discord eventjes. Linkje staat in de beschrijving. Doe jij maar. Ja, en zoals jullie zien, ja, echt alles is bijna mogelijk op Seox. We zijn zeker van plan om nog wekelijkse updates te gaan gooien. We zijn al bezig met grote updates. En jullie zien op dit moment Paulus een varken meenemen. Dit is namelijk de slagersjob. Je kan namelijk ook slager worden in onze game. Dit is een starterjob. Kan iedereen doen, ook als je nieuw bent op de server. En dat gaan we nu eventjes laten zien aan jullie. Hoe ver het eigenlijk kan gaan op Minecraft. En zelfs ik die meerdere servers heb gehad, wist niet dat dit kon. En Bart heeft dit gemaakt natuurlijk. En ik heb dit nooit geweten. Ik denk Paulus ook niet. Nee, maat. Nee, het is wel echt gekkenhuis eigenlijk. Het is next level. Dus ja zeker. En we zijn zeker nog niet van plan om dicht te gaan. Zeker nog lang niet. We willen zo lang mogelijk open blijven. En tot nu toe kan dat zeker met jullie hulp en support. Dus kom zeker gezellig meespelen. En join de Discord. En het IP staat ook in de beschrijving. Nou ja, jongens. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat een like achter. Sowieso dikke shout-out voor de support de laatste tijd. We hebben echt immens veel video's gepost. Shorts, etc. Dus ik wil jullie daarvoor bedanken. En ik hoop dat ik jullie soon zie in een nieuwe video of stream. Of op de server natuurlijk. En dan zeg ik nog maar één ding, jongens. En dat is later, mensen. Later. Doei, doei. Later.